Flevoland heeft haar eerste educatieboeren. Het zijn er 4 en we zoeken er deze week 3 op. Ja, die educatieboeren die hebben hun bedrijf in Lelystad. Wat betekent dat nou als je educatieboer bent? Wat doe je dan precies? Nou, verslaggever Tiffany Fraza die is bij Hoeve Vredeveld aan de Zeeasterweg. Wat gebeurt er allemaal bij die hoeve, Tiffany? Nou, ik hoor vooral heel veel kippen en hanen op dit moment hier. Want ik sta in een kas en naast mij staat Astrid. En die heeft zo'n kip in de hand. Ik moet zeggen, ik ben een beetje bang voor kippen. Dus ik vind het heel dapper dat je zo'n kip zomaar vast hebt. Ja, nou, wij zijn dat helemaal gewend. Dus er is weinig engs aan, hoor. Hoe heet ze? Nee, deze heeft geen naam. Oh, deze heeft geen naam. Nee, want ik zag hier net een haan lopen en die heette Bella. Ja, dat is een lang verhaal. Die heet Bella, ja. Lang verhaal? Maak het eens kort. Nou, we dachten dat het een hennetje was en het was zo'n lief kuikentje en toen hebben ze de Bella genoemd. En toen bleek het een haantje te zijn. Ja, op de zorgboerderij kan alles. Precies. Kun je mij eens uitleggen, waar staan wij nu hier? We staan in een kas, lekker overdekt. Het is hier relatief warm. Ik zie allemaal planten om me heen. Een heel kringetje met allemaal stoelen om een tafel heen. Waar staan we? We hebben hier een zorgboerderij, akkerbouw, veehouderij. En op de zorgboerderij ontvangen we geregeld klassen. Dus vandaar dat hier al de stoelen staan. En dan kunnen kinderen van de basisscholen, die gaan we hier ontvangen. En dan vertellen we ze over de koeien, over de akkerbouw, over de kippen. Van alles. Het ligt afhankelijk van het programma en de leeftijd. Een zorgboerderij? Kun je mij eens kort uitleggen wat het is? Ja, we ontvangen hier allerlei mensen die om wat voor reden ook niet bij een gewone baan of bij een sportclub terecht kunnen. Mensen met Alzheimer, mensen met dementie of met Parkinson. Maar ook mensen vanuit de psychiatrie, verstandelijke beperking, jongens met autisme. Nou, noem maar op. En samen gaan we gewoon lekker aan het werk. Gaan we leuke dingen doen, gaan we dingen leren. Is een zorgboerderij dan ook automatisch een educatieboerderij? Nou, we leren wel een heleboel, maar dan meer aan onze deelnemers. En nu op het stukje educatie gaat echt over de basisschoolklassen die we ontvangen. Jullie zijn dus uitgeroepen als educatieboerderij. Wat heb je daarvoor moeten doen? We hebben onder andere cursus gevolgd vanuit Stichting Educatief Platteland. Hoe kun je nou het beste zo'n klas ontvangen? Wat ga je ze van tevoren alvast opsturen? Waar moet je rekening mee houden? Wat zijn veiligheidseisen bijvoorbeeld? Je moet er aan denken dat misschien kleuters ineens van je wegrennen. En dan moet er niet toevallig een trekker rijden. Allemaal van die praktische kleine dingen waar je van tevoren over na moet denken. Hoe zet je nou zo'n lesprogramma in elkaar? En omdat wij het ook gewoon heel leuk vinden. En we hebben hier de mogelijkheden, de faciliteiten. Dus het leek ons gewoon een mooie kans. Waarom zijn er dan allemaal educatieboerderijen, 4 stuks in Lelystad? Ja, dat is eigenlijk nog heel weinig als je het vergelijkt met de rest van Nederland. Flevoland was de laatste provincie waar nog helemaal geen geregistreerde educatieboerderijen waren. Er waren natuurlijk wel boerderijen waar scholen af en toe naartoe op bezoek gingen. Maar het is nu echt een stukje professioneler gemaakt om kinderen gewoon meer te leren over de boerderij. Waar komt je eten vandaan? Waar komt je melk vandaan? Hoe doet een boer dat? Wat is er allemaal voor nodig? En om het gewoon eens een keer zelf te voelen en te zien en te ruiken en met je laarzen door de modder te stampen. Ja. Dus dan onthoud je het gewoon veel leuker. Ja, met je laarzen door de modder te stampen. Ik sta hier op mijn sneakertjes in jullie kas. En ik heb net een rondleiding gekregen van jouw man. Waarmee je dit ook samen runt, hè? Ja, klopt. Samen met mijn vader doe ik de zorgboerderij. Mijn man die doet de koeien en mijn oom die doet de akkerbouw. Ja. Nou ja, net een rondleiding gekregen dus door de modder. Jullie hebben een hele tuin waar jullie dus ook planten verbouwen. Kunnen laten proeven, kunnen laten ruiken. Jullie hebben een koeienstal, jullie hebben varkens, jullie hebben ezels. Noem maar op, dat lijkt me een aardig drukke dag voor je. Ja, nou, je hoeft gelukkig niet alles zelf te doen. Dus op de zorgboerderij werken we ook met allerlei begeleiders die ons helpen. En die samen met de deelnemers het werk gaan doen. Ja. Hebben jullie dan ook een stal met 100 koeien hierachter staan? Ja, nou bijna 200. 200 koeien? Ja, een heleboel lopen nu nog buiten in natuurgebieden. Onze vleeskoeien en de jonge pinken. En die zijn in de zomer lekker de hort op. Maar in de winter komt alles weer binnen. Ja. Oké, goed. Ik ben dus heel als een stadsmeisje. Ik heb altijd in de stad gewoond. Ik ben totaal niet boers. En je hebt hier een kip in de hand. Ik ben er gigantisch bang voor. Wat kun je mij leren over deze kip? Ja, nou, stel nou dat je kippen thuis hebt en je denkt, ik wil eigenlijk wel weten welke legt er nou een ei en welke nog niet. En dit is een jonge hen, nou, daar is een trucje voor. Laat maar zien. Heb je een idee? Hoe kun je nou zien of deze kip eieren legt? Ja, als er een ei uitkomt, dan lijkt het me logisch, toch? Maar dat gebeurt nu niet, dus dat weten we niet. Nou, kip legt 1 keer per dag een ei, dus de kans dat je dat ziet is niet zo heel groot. Oh, daar gaat hij vandoor. Dan pakken we er eventjes op en weg. Vindt ze wat spannend. Ja, ze begint te schreeuwen ook. Nou, voel je over haar buik, voel je eerst de borstbeen. Of er een beetje nog een kipfilet aan zit of niet. Dan ga je verder naar beneden, voel je een hele lekkere zachte buik als het goed is. En dan 2 botjes.
En je kunt daar precies met je vingers bij op. En als je voelt dat er een ei tussendoor past, is dat het teken dat deze hen aan de leg is. Maar dat is ook een kwestie van kennis, want ik zou niet weten hoe groot zo'n ei is dat het tussendoor past. Nou ja, dan moet je even kijken hoe groot zijn de eieren in de supermarkt. En als dat erdoor past, dan is ze aan de leg. Oké. Okay. Ik denk dat ik hier nog even blijf hangen. Want het lijkt me een heel goed idee dat je me even wat meer leert over de boerderij. Zodat ik me niet meer helemaal stadsvoel. Nee, we gaan even een rondje doen. Komt er. Goed, laten we dat doen. Dankjewel, Astrid. Educatie voor Tiffany zelf. Dat is hartstikke mooi meegenomen. Ja, zeker. Leuk verhaal. Enthousiast verteld. Ja. Door Astrid. Deze Astrid. Astrid was dat op Hoeve-Vredeveld. Ja, Hoeve-Vredeveld in Lelystad. Nou, ja. Ik zei het al, we gaan dus deze week verder op zoek naar die educatieboeren. Het zijn er 4 in totaal. Dit was de eerste donderdag. En dat is wel grappig, want het ging nu voor een deel over kippen. Ja. Donderdag dan zijn we bij, jawel, de polderkip.